Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe video van Op Reis met Robin. Vandaag dingen op de planning, ik heb het zelfs hier zo gezet, kijk hoor. Koeien overplaatsen en dan andere dingetjes. En ik ga het doen ook, ik heb het echt flink voorbereid. Het stomme werk heb ik al gedaan, dus dat is heel makkelijk voor jullie. Dan hoeven jullie eigenlijk alleen maar te kijken naar het gedeelte wat net iets minder stom is. Eigenlijk wel gewoon gedoe, maar in die tussentijd moet ik iets gaan voorbereiden. Ik zal laten zien wat ik al heb. Hier zo bij de koeien, dus ik kan er eventjes naartoe lopen. Kijk dit. Het is eigenlijk een tunnel. Wacht hoor, doe ik anders zo. Ja. Dit is de tunnel. En dan via hier worden de koeien overgebracht onder de gronds. Onder de gronds? Onder gronds. Nou, oh, nu zit ik ook gewoon klaar. Naar de plek waar ze heen moeten. Maar die plek waar ze heen moeten, die moeten wij nog fixen. Dus wij moeten nog zorgen dat ze daar terecht kunnen en allemaal dingen. Ik heb nog iets gedaan. Want normaal zaten alle spullen hier, maar die zitten nu van boven. Let op, hier. Ik heb een kist voor bomen. Mooi. Ik heb een kist voor mobs. Dan een kist voor houten planken. En een kist voor craft dingetjes met hout en wat er mee te maken heeft. Dingen. Dan heb ik een kist voor cobblestone. Van de art stoontjes. En dan de bouwblokken stenen. Heel gek is het. Sandstone. Ook een nieuwe texture van resource pack maken. En dan grond. Dan hebben we natuur. Dan hebben we tools. Ik heb echt veel tools gemaakt, maar dat leg ik zo meteen wel uit. Want dat brengt ons naar iets anders leuks. En dan heb ik hier zo gewoon overige dingen. En nether. Ik wilde een pickaxe met... Ja, je ziet hier de diamonds al. Met fortune. Maar die hebben we nu eindelijk. Maar dat was na vier andere te maken. Waarvan drie met silk touch. Normaal, ik... Ik vind het zo moeilijk om silk touch te krijgen op pickaxes. En dan kom ik hier aan met drie silk touch. Achter elkaar. Man, man, man. Maar in de tussentijd heb ik wel ook 39 diamonds gemined. Dus ik denk, ik heb 1, 2, 3, 4, 39 diamonds gemined. Want ze waren weer bijna op en ik heb ze wel nodig. Ik heb 1, 2, 3, 4 pickaxe gecraft. Wacht hè. Ik heb 1, 2, 3, 4 pickaxe geenchant. Want ik moest meer diamonds... uit deze hand. Ja, we gaan een plek zoeken. Laten we het in de tunnel doen, want dat is al best wel veilig. Ik heb nog iets gedaan, dat is het station aan de andere kant heb ik geüpdate. Super tof, het ziet er nu anders uit. Hier zit even een ladder. Een lever. Zo, en nog eentje. Ja. Kijk, dan hebben we dit. Dit zijn de diamonds en we gaan ze minen ook. En ik ga ze proberen nog niet op te pakken, tenzij ze echt in de weg vallen, maar dan doen we het gewoon zo. En dan in één keer oprapen. Dus ik gooi deze erbij. En dan ga ik gokken hoeveel het er zijn. Dat lijkt me wel leuk. Om dan in één keer ze allemaal op te rapen in één sliert. En dan te gaan gokken. Zullen het er zoveel zijn of zoveel. Dus ik kijk ondertussen al hoeveel er per blokje vallen. Ja. Ik ben ook een nieuw tijdperk ingegooid van mijn leven. Het is echt... 1 week geleden had ik nog geen flauw idee. Oh jawel. 2 weken geleden had ik nog geen flauw idee. Dat het... tijdperk zou zijn. Ja, als je het tijdperk kan noemen. Maar ik zit dus gewoon midden in rijlessen. Ik ben afgelopen zaterdag begonnen met rijles. Het is nu maandag. Mijn tweede les is vandaag geweest. Oké, ik ga even gokken voordat ik verder ga. Ik gok op 2 stacks. Of nee. 1 stack en 43 diamonds. Ik vind het echt spannend. Iets minder. Maar toch wel een stack en 30. Anderhalve stack. Dat zijn veel diamonds. Voor degenen die denken, ziet er gek uit. Mijn texture pack. Oké, maar de tweede rijles is vandaag begonnen. Gaat het goed, gaat het niet goed? Ik kan het niet echt zeggen of het goed gaat of niet. Kijk, ik kan vergelijken met hoe mijn vader auto rijdt. Die doet dat gewoon goed. Dus dan gaat het bij mij slecht. Maar ik weet niet of het goed gaat. Ik heb nog maar 2 lessen gehad. En voor de rest heb ik in mijn leven nog nooit iets gedaan met autorijden. Ja, ik heb gekeken hoe iemand anders auto reed. Maar voor de rest... Oké, ik ga even de redstone doen. Even overzetten. Ja, maar voor de rest, ik wist ook pas zaterdag welke pedaal wat was. En nu weet ik het ook. Links koppeling, midden rem en rechts gas. Ha. En dat ga ik ook nooit meer vergeten. Hopelijk, anders heb ik een probleem. Nee, weet je wat het is? Ik vind het op zich wel leuk om te doen. Ik heb vandaag wel een rare herinnering aan overgehouden. Ik zou 2 uur lessen vandaag. Dat is ook gebeurd. Uiteindelijk al 2,5 uur. Maar dat heeft redenen. Ik was bij mijn oude basisschool. En daar zo...
Ik ging dus zeg maar de bocht om. Er kwam een auto aan en ik weet niet meer wat ik deed, maar ik stuurde niet meer terug om recht te gaan staan. Want ik was bezig met remmen. Gekke dingen. Dus ik reed op een verstoeprandje en het wiel was kapot. Dus we moesten de ANWB bellen. En toen kwam de ANWB het repareren en toen kon ik naar huis. Het was gedoe, maar op zich, ik neem het mezelf niet kwalijk. Dat moet je wel even weten. De eerste 10 seconden dacht ik, oh nee Robin, wat ben je nou weer voor een gek persoon? Wat doe je nou weer voor gekke streken? Maar daarna dacht ik, ja, dat doe je toch niet expres. Kom op nou. Even niet zo flauw doen. Dus, ja, het is allemaal wel goed gekomen, maar het was wel even schrikken. En, ja, heel even. Ik weet niet waarom. Maar het was, ik vond het vooral zielig voor mijn rijinstructeur, meneer. Want die had toen gedoe met de ANWB bellen en shit. En dat vond ik gewoon zielig, want gedoe is nooit leuk, toch? Tenzij je het wel leuk vindt. Dan is gedoe gewoon leuk. Oké, we zijn hekjes aan het maken. Want dit ga ik allemaal gebruiken voor de plek waar we de koeien in gaan stoppen. Ik weet echt niet hoeveel we nodig gaan hebben. Dus ik wil eigenlijk een beetje gaan soort van doseren. Dat ik weet hoeveel we nodig zullen hebben. Voor maximaal hekjes hieruit te halen. Dat worden, dit zijn 9x4, 36 stokjes. Dat boven elkaar is 18. Als we dit doen, dan is het 32. Dus ik denk dat we meer stokjes nodig hebben. Oké, dan beginnen we gewoon zo. En dan doen we gewoon met stapjes. Oké? Zo. Oké, dan hebben we de volgende. Dat is dit. En dan kunnen we eigenlijk gewoon op deze manier doorgaan. Tot het allemaal hekjes zijn. En dan is daarna de taak om de koeien te gaan transporteren naar hun nieuwe plek. Het doel daarmee, want ik moet natuurlijk wel bedenken, Robin, waarom doe je het uiteindelijk? Het doel is dat we makkelijker aan eten kunnen komen. Want ik denk, we hebben wel koeien nu en dit is een mooie voorraad. Maar meer dan dit past er ook niet in, voor wat we nu hebben. Het is niet zo groot, zie je. Met dit in de weg. Maar het is niet zo groot. Daarom wil ik eigenlijk een veel grotere plek waar al die koeien kunnen. Ik zal de plek laten zien in het echt. Ik denk dat we nu ook wel genoeg spul hebben. Wat zal ik meenemen als pilaar? Deze. We moeten ook veel meer stone gaan smelten. Maar volgens mij zit het nu in de ovens. Dat komt goed uit. Ja. Oh nee, dat is glas. Ah, oh, ik dacht dat we heel veel steen hadden. En zo. En deze. En deze. Top, dan hebben we 6 stacks erbij. Dan kan die bij de bouwblokjes. Weer een mooie voorraad. Oké, dan gaan wij naar die plek waar dat heen gaat. Laat ik via de tunnel gaan. Zo ben ik dan ook weer zo iemand die dan gelijk de kans geeft om te showen waar we langs gaan en heen gaan. Zo. Oh. Ik zie mijn scrollwiel draaien. Zie je hem? Ja, nu niet meer. Oké. Dit gaan we doen en dan breken we dit open. Deze koeien zullen dan meegevoerd worden naar hier. En een tunnel door. En dan gaan ze allemaal mee. Allemaal mee. Hier zo doorheen. Ik kon ook wel een soort systeempje doen dat ze met water gingen. Maar dat leek mij gewoon irritant om te doen. En dan hier naar boven. Doe gewoon met tarwe, denk ik dan. Een trapje op. Ik hoop dat dat moet lukken. Dat moet wel lukken, maar dat gaat ook gebeuren. En dan komen ze hieruit. En dan wordt dit de plek waar we die koeien gaan houden. Nou moeten we alleen nog op een goede manier de hekken neerzetten. Zodat ze allemaal niet kunnen ontsnappen. Ik denk dat we dat gaan doen door. Dit denk ik. Ja, op zo'n manier. Maar het ziet er ook zo gek uit. En ze kunnen makkelijk zo als ze willen. Maar dan voor de rest vind ik het ook een beetje vaag. Want ik weet ook niet wat ik wil doen. Het is zo duur qua hekjes, snap je? Dus ik denk dat we het gewoon zo gaan doen. Nee, ja. Zo. Wacht hoor. Waarom kan ik het er niet op zetten? Kan ik er nou geen... Oh, omdat die in mijn tweede hand zit. En dan kan ik hem niet op een ander hekje zetten. Dat is denk ik niet de bedoeling van het spel. Maar ja. Het is wel zo. Deze kan hier. Ja, en dan kunnen ze er nooit over springen. Oké, top. Dan gaan we het zo doen. Oké. Ik wil op zich wel een klein beginnetje maken en het daarna verder doen. Ja, laat ik dat doen, want we komen ook te kort met de tijd en zo. Dus ik ga dit zo doen. En dan gewoon eventjes eromheen, zodat hier al die koeien zitten. En dan kunnen we dat even afronden. En dan doe ik gewoon in mijn eentje off camera wel verder. Voor hoe ver het moet. Ah, kak!
Mijn doel, en dat keek ik pas geleden naar, was om nooit dood te gaan. Nu mislukt. Oh man, dat is zo slecht. Oké, ik ga via hier. Nu zijn we er al bijna. Oh mijn god, ik zag echt zo van, oh, ik leef nog. Maar dan natuurlijk die val, die kwam nog daarna. Oké, hier liggen mijn spullen. Ik vond hem wel mooi. Zonder van mijn XP. Maar ik vind het mooi beeld. Ik zag ook zo een witte pixel en ik dacht, wat is dit dan? Ja, schattig. Oh, jammer ook. Verwarming geluid. Oké, dit ga ik gewoon dichtmaken. We hebben genoeg dirt. Zo. Ja. Dit. Zo. Ja, even eten. En dan gaan we gewoon verder. Oké, ik wil wel even mijn dingen op orde brengen. Of in ieder geval mijn tools. Meer is ook nog niet zo belangrijk. Deze daar, die daar. De rest komt nog wel, ooit. Oké. Zou stom zijn als er nou weer een creeper komt. En mij afmaakt. Oké. Zo. Die hierheen. Top, dan hebben we dit als begin. Daar passen de koeien wel voor eventjes in. Dat rijmt. Oké, leuk Robin. Oké, dan doen we dit en dan gaan we naar de koeien toe. Maar dat moet via een andere weg. Want daar hebben we tarwe voor nodig ook. Ja, oké. De overbracht. Overdracht. Toch? Ja, oké. Volgens mij zit het gewoon in de koeien daar. In de koeien, in de kist natuurlijk. Oké, dan gaan we het doen. Even via hier. Of beter via beneden, ja. Hai. Zo, kom maar mee. Allemaal. Follow the leader. Ja, kom maar. Ik wil zo van hier allemaal in één keer, maar gewoon een beginnetje. Zodat we altijd nog kunnen voeren met tarwe. Zo, ja, dit is wel een mooie lading. Kom. We kunnen beter dit doen. Zo. Ja, nou dan zien we ook dat ze met ons meekomen. En dan lopen wij gewoon vooruit. En in beeld. En mooi. En dat zijn wij. Oké. Volgens mij is het nu de aflevering 299. Of niet? Of 98? Volgens mij 99. Mensen, kom mee. Dat betekent dat we heel dicht in de buurt komen van de 300. Dat zal betekenen weer een world download. Hype. En voor die tijd wil ik natuurlijk wel nog eventjes dit voor jullie doen. Dat jullie ook gewoon makkelijk aan eten kunnen komen en de rotklus niet hoeven doen. En dat jullie ook weten waarom dit in de wereld zit, die tunnel. We kunnen hem altijd nog gebruiken voor iets anders. Oké. We hebben nog maar twee koeien die... Drie koeien die achter ons aan zitten. Die ogen zijn ook zo blauw. Ik vind het zo lelijk. Van die blauwe ogen. Nou ja, het zal wel. Het zijn koeien. We moeten dus niet op hun uiterlijk judgen. Oké. Er zijn er nog twee. Nemen we die mee? Of zullen we het gewoon dicht gooien? Gooi het gewoon dicht en dan vermoorden we heel deze lab. Ja, dat lijkt mij een beter plan. Hopelijk vond je deze video leuk. Deze video leuk achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En zeg tot de volgende keer bedankt voor het kijken. Doei. Joejoe.